annuncio vobis gaudium magnum habemus archiepiscopum. Kondigt jullie een grote vreugde aan, we hebben een nieuwe aartsbisschop. Donc je présente tous mes vœux de succès à mon successeur, à Marine Bruxelles. Et je crois que les chances sont nombreuses que sa nomination à la tête de l'archidiocèse de Marine Bruxelles sera un succès. Et il fait le groot voordeel dat hij gedurende 8 jaar hulpbisschop is geweest in Brussel. Dus hij kent de hoofdstad heel goed. Hij is ook gedurende 3 maanden hulpbisschop geweest van Mechelen, van Vlaams-Brabant Mechelen. Het zal u misschien verrassen, maar ikzelf was met de benoeming wel wat verrast. Ik wist wel natuurlijk dat mijn naam circuleerde. Maar ik was er zeer gerust in. Achteraf gezien, al te gerust. Ik dacht, ik ben benoemd in Brugge, het was niet in zo'n gemakkelijke omstandigheden. En ik was al 5 jaar bezig en ik dacht dat ze zullen wel denken dat ik dat beter nog een beetje verder doe. En te meer dat er ook nog andere goede kandidaten waren, dacht ik dat dat mij niet zou gevraagd worden. En in die zin was ik zeer gerust. Maar het veranderde natuurlijk wel toen de nuncius mij riep en mij de benoeming van Paus Franciscus bekend maakte. Wat de situatie van de kerk betreft, achter aanwezigen, dat zegt men ook in de pres, zal men stelt de vraag, is hij links of is hij rechts, is hij conservatief of is hij progressief, waar moeten we hem positioneren? En dat is nu eenmaal zo dat je die plaats toegereikt krijgt. Wat mijn overtuiging is, dat is een diepe overtuiging in mij, dat is dat de kerk hier bij ons in het Westen een grote crisis doormaakt. En met crisis bedoel ik een groot veranderingsproces doormaakt en moet doormaken. We zijn geëvolueerd van een vrij homogene christelijke samenleving, die we hier gekend hebben tot in de jaren 50, een vrij homogene christelijke samenleving, naar een samenleving die zich in snel tempo, en nu bijna definitief, geëvolueerd is naar een, laat het mij zo noemen, een zeer seculiere samenleving. En voor mij is dat de grote uitdaging waarvoor niet alleen de aartsbisschop staat, maar waarvoor de kerk in ons land staat en de kerk in heel West-Europa. En ook op wereldniveau, maar in andere culturele contexten. Dat is de plaats van de godsdienst in de samenleving. Want in een seculiere samenleving, dat voelt u wel, daar is niet meer de spontane reflex dat iemand gelovig is. De kerk heeft wel de positie gehad, cultureel gezien, tot in de jaren 50, waar ze niet alleen alom tegenwoordig was, maar een zeer sterke invloed en een zeer sterke positie heeft gehad. Dat bestaat niet meer. Maar het is de grote vraag, wat is de positie van de godsdienst? En ik bedoel niet alleen de katholieke kerk. En ik bedoel niet alleen de hete hangijzers waarover dikwijls gesproken wordt en die terecht besproken worden. En waarop we zoekende zijn. Maar de vraag is wel, wat is de plaats van de godsdienst in onze samenleving? Het is een vraag die we gemeenschappelijk hebben met de islam. En ik ben zeer van overtuigd dat er een scheiding is, en noodzakelijk, tussen kerk en staat. En dat de overheid neutraal moet zijn, dat is zeer vast en zeker. Maar de samenleving is niet neutraal. In de samenleving is de godsdienst aanwezig. Het christendom aanwezig. Islam aanwezig. En dat is voor mij de grote uitdaging. Wat is de betekenis van een godsdienst in een seculiere, pluralistische samenleving? En dat is een vraag waarvoor we staan. De islam staat levens, denk ik, in de huidige situatie, staat voor die grote vraag. Wat betekent het moslimgelovige te zijn in een samenleving waar de sharia niet de wet is? Dezelfde vraag voor de christen, wat betekent het christen te zijn in een samenleving die in haar geheel niet christelijk is? Maar wat is de betekenis van het christen zijn en van de kerkgemeenschap in zo'n samenleving? Kijk vrienden, als gezegd, waar staat hij, hoe positioneert hij zich? Ik weet dat de kerk, dat is een overtuiging die ik al lang heb,
dat groot veranderingsproces. Een kerk die natuurlijk ook in die zin kleiner is geworden en die niet meer in de samenleving de invloed heeft gehad die ze vroeger heeft gehad. Maar wat ik wel hoop, dat is dat de kerk, ook al wordt ze kleiner, dat ze niet evolueert naar een gesloten groep, want dan wordt ze een secte. Het is Paus Franciscus die er ook in zijn exhortatie altijd de nadruk op legt. Een kerk die open moet blijven, een open kerk. Dus een kerk die kleiner wordt, maar die tezelfde tijd ook altijd open blijft. Een kerk die zich niet afsluit van de samenleving, zich niet opsluit in haar eigen gelijk ook niet koestert. Maar een kerk die wel voor een overtuiging staat, maar een groot respect ook voor degene die haar overtuiging niet deelt of die zoekende is. Ook denk ik een kerk die niet alleen maar met zichzelf bezig is. Een kerk die niet alleen maar bezig is met louter religieuze problemen. Ik denk, dat is ook de erfenis van het concilie, een kerk die meevoelt in alle opzichten, ook daadwerkelijk, met de grote uitdagingen van de tijd en de cultuur waarin wij leven. Een kerk die geëngageerd is, ook op het maatschappelijk terrein. En die niet alleen maar iets nog te zeggen heeft in de loutere privésector, privésfeer van de burger. Ik denk dat als je aarzelend bent, heb je één groot voordeel, dat is dat je raad vraagt. Ik zou dat toch willen zeggen, het is niet zo slecht dat men soms twijfelt. Zelfverzekerd zijn is ook een groot probleem. Als je altijd weet dat je zelf al de oplossingen hebt voor de problemen. Dus ik aanvaard dat ik wat aarzelend ben, maar ik zal groot belang hechten ook daarom nog eens mijn grote vreugde, dat ik in het aartsbisdom zal kunnen samenwerken, met de bisschopsraad natuurlijk, en met mijn ulbisschop. Je vous remercie de m'avoir entendu.